De 29-jarige Dinesh Narayan is in de vroege ochtend na een verkeersongeval aan het Garnizoenspad overleden. Hij was mede-inzittende van een personenauto met daarin 6 inzittenden, inclusief de bestuurder. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, onder invloed van alcohol moet hebben gereden. Hij reed met een hoge snelheid over het Garnizoenspad, komende vanuit de derde rijweg richting de vijfde rijweg. In de bocht ter hoogte van het Eureka-project moet hij de controle over het stuur hebben verloren. Hij ramde daarna een elektrische mast waarna de auto over de kop sloeg. De mede-inzittende Dinesh Narayan liet ter plaatse het leven. De overige inzittenden, 3 minderjarige kinderen, waaronder een baby en een vrouwspersoon, liepen letsels op en zijn afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis. De kinderen, waaronder een baby van 2 weken oud, zijn met zware letsels opgenomen op de afdeling intensive care. De materiële schade van het voertuig is aanzienlijk. Het ontzielde lichaam van Dinesh Narayan is ter obductie in beslag genomen. Met het overlijden van Dinesh staat de verkeersbarometer landelijk op 18.